Nou, dat weet ik niet. Daar zit er denk ik gewoon maar één ding op. En dat is uh, hier op een knopje drukken. Dan komt er geluid uit en daarna ga jij vertellen wat er zit in. King. King op de week. Vorige week kwamen de VVD en D66 met een proefballonnetje. Er moet een bonus komen voor wie fulltime gaat werken. Dit onzalige plan kwam uit de koker van Sophie Hermans en Jan -Pater Notte. En Sophie Hermans is het antwoord op de vraag: wat nou als Hermelien van Harry Potter nou juist heel dom was? En Jan Paternotte is vooral het antwoord op de vraag wie. Omdat er een grote vraag is naar arbeidskrachten, willen zij dat minder mensen parttime gaan werken. Als je nu parttimer bent en je gaat fulltime werken, dan zou je elk kwartaal een bonus van 5% moeten krijgen. Dat zit zo. Nederland is kampioen parttime werken. En je zou denken, daar moeten we trots op zijn. Dat je niet al je tijd aan je werk hoeft te besteden, maar ook tijd hebt voor sport, cultuur, vrienden, familie, misschien zelfs vrijwilligerswerk. Sterker nog, de overheid roept al meer dan tien jaar dat we moeten veranderen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Dat burgers elkaar helpen in plaats van dat de overheid dat doet. Dat niet de thuiszorg langskomt bij je buurman of vrouw, maar dat jij dat doet. En laten we eerlijk zijn: als je al een buurman of buurvrouw hebt die je graag helpt met uitkleden, volgen daarna vaak handelingen die de thuiszorg echt niet voor je gaat doen. Die hele participatiesamenleving klinkt als een ordinaire bezuinigingsmaatregel. En het grappige is, dat is het ook. Maar ja, nu hebben we een samenleving waarin mensen parttime werken zodat ze kunnen zorgen voor hun kinderen, hun ouderen, hun familie, hun bibliotheek, theater, concertzaal, kinderboerderij en hun sportclub. En nou is het weer niet goed. De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. En bedrijven kunnen geen mensen krijgen. Dus nou ja, dat kan wel, maar niet meer tegen de tarieven die ze vroeger betaalden. Je zag het op Schiphol. Toen zij afgelopen zomer beveiligers een hoger uurtarief gaven, kwamen er genoeg beveiligers terug. En nu zijn ze terug naar een lager uurtarief. En voilà de personeelsproblemen en de lange rijen zijn ook weer terug. Gaat Schiphol dan nu beveiligers een structureel een eerlijk salaris betalen? Nee, natuurlijk niet. Ze geven vliegtuigmaatschappijen een bonus van 350 euro per passagier die ze annuleren. Ja, je zou denken dat er een grapje komt, maar nee, ik ben vooral boos. Ja. Sectoren waarin veel mensen parttime werken, zijn de zorg en het onderwijs. En waar ik mensen zeg, bedoel ik vrouwen. En ik zeg het maar even voor de FVD'ers en de SGP'ers. Vrouwen zijn ook mensen. De werkdruk in die sectoren is al torenhoog. In de zorg kan een parttime baan, dankzij gebroken diensten, al snel neerkomen op een fulltime baan. En in het onderwijs werkt bijna elke leerkracht meer uren dan waar die op papier voor wordt betaald. Toch geloven VVD en D66 dat het probleem komt door de, door, de, uh, door de werknemers en niet door de werkgevers of het systeem. Maar het probleem is juist dat meer werken niet loont. Als je nu van 24 uur naar 32 uur gaat, ga je 33% meer werken. Maar je gaat niet 33% meer verdienen. Met een beetje mazzel ga je 33 euro meer verdienen. Maar ja, zeggen types als Hermans en Pater dan... werken is meer dan een manier om in je levensonderhoud te voorzien. Je bouwt mee aan de samenleving, die wordt er groter, mooier en rijker van. Het grappige is, dat soort argumenten, en sowieso, dat zou ik zelf ook zeggen als ik een salaris had van 120.000 euro per jaar. Maar grappig genoeg worden die argumenten nooit gebruikt om grote bedrijven eerlijke belasting te laten betalen. Neem Tata Steel, een van de allergrootste vervuilers van Nederland. En een bedrijf dat net zoveel stroom gebruikt als een half miljoen huishoudens. Tata is vrijgesteld van energiebelasting. Toch wordt er niet gezegd, hey tata, betaal voor er gewoon belasting, joh. Dan bouw je mee aan de samenleving. Die wordt er groter, mooier en rijker van. Hier is mijn proefballonnetje. Hou op met het onderzichtige woud van toeslagen en heffingskortingen. Zorg dat wie meer gaat werken ook evenredig meer gaat verdienen. Of dat nu fulltime is of parttime. Want na decennia marktwerking ten koste van medewerkers is het nu andersom. De vraag naar arbeid is hoog en het aanbod is klein. Dus tijd om te betalen, werkgevers. Of om het in termen te houden die Sophie Hermans begrijpt: betalers maximalis.